beste kikkers. Welkom bij de tweede aflevering van Sassenhoek TV. Vandaag gaat u op bezoek bij de beste verties. Goedemiddag, kijkers en natuurlijk onze Wiegand. We zijn hier vandaag weer met de beste vaas en we zullen eens even gaan kijken wat ze vandaag weer uit de hoge hoed overen. Want, nou ja, het is hier de jeugd, hè? En de jeugd heeft de toekomst. Dus, maar ik heb ook een jeugdig iemand meegenomen. Hij ziet er al aardig jeugdig uit. Ja, je zult het niet geloven. Wat, ze komt er even mee. Tuurlijk, Hans. Heb jullie hem al gezien? Helemaal, hè? Geld helemaal helemaal op hem. Zie jij zien is te groot, zie bloesje is te biet. Kijk joh, je kunt er wat bij. Zie bek is te groot. Och, nou, rustig. Dat wil ik ook zeggen. Het is alleen maar zo jammer dat er weer wat later is, want hij had afgesproken, ik haal jullie wel op in de tunnel, dus Ger en ik stonden in de tunnel. En wie was dat? Geen Watson. Ja. Watson is niet weer van, waar ben jullie met zijn appies? Tien voor half drie. Hé, die zitten ook bij de beste vaar. En we gaan er een leuke middag van maken. En we gaan nu over naar binnen. Ger, ga je ook mee? Kom maar. En wie gaat dan? Wie gaat die sowieso met? Wie gaat die net? Meer natuurlijk gewoon met. Dat doet toch altijd? De grote artistiekleidster van de beste vaas, de jeugd, de grote coördinator. Kijk, daar staat ze wel. Onze gastvrouw van vandaag. Ja, goedemiddag. Hier staat de volgende vereniging klaar om binnen te komen. En uiteraard hebben ze geweldige grote briefjes. Laatste helft. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is voor jullie beiden nu gekomen. Dat heb je mooi gezegd, Willy. Heel mooi. En dan mag je nog je Hans van Uyl. En dan wou ik ook graag nog je onderscheidingen hebben. En dan staat hierbij een kale Devin. Alsjeblieft. Ja, we gaan beginnen met uw staf. Een teken van waardigheid. U gaat beginnen met je handschoenen. Dankjewel. Ik neem ook af je steek. Dankjewel. En tot slot wil ik graag je handstelling. Dat je kent hoe dat. Dames en heren, en hier staat voor u Wil. Maar, je bent een kranker. Ik word even ergens op gewezen. Dit is hier een van de grootste zeikers gewezen van de kleuterschool. Maar ons is wel opgevallen, hij is niet de poets. We geven hem nou de opdracht, vrouwen bij de kinderbeelders, keurig leven op de kant. Krijg alleen de opdracht. Pas op.
Er werd nog lange deuren viert in de Wipstrik. Maar ja, we moeten er weer van deur. Tot de volgende keer.